Goedendag, de donderdag begon in een groot deel van het land toch nogal grijs met dit soort luchten. Veelal grijs, een beetje nevelig, ook mistig. Maar vanuit het noorden komt nu de zon er toch wel beter bij. En zeker vanmiddag krijgen we te maken met veel ruimte voor de zon. Boven Duitsland zien we al brede opklaringen klaarliggen en deze ochtend bereikten die opklaringen al de noordelijke provincies. En vanmiddag zou het alleen maar verder gaan opklaren. En komt de zon ook in het midden en zuiden van het land tevoorschijn. Wat verder opvalt op de satellietplaat zijn een paar witte dotten boven Frankrijk en ook het noorden van Italië. Dat zijn al daar flinke regen- en onweersbuien. En het zuiden van het land blijft ook morgen gevoelig voor. misschien een paar van die buien die vanuit het zuiden dan ook onze kant op komen. En dat heeft alles te maken met een lage drukgebied. Met de kern min of meer boven de Alpen blijft de komende dagen ook rondtollen rond die positie. Bij ons de aanvoer vanuit het oosten. En dan volgt ook hele warme lucht die onze kant op kan komen vandaag, al, maar ook de komende dagen. En morgen zien we dan ook af en toe een paar van die buien signalen boven het zuiden. Maar zaterdag hebben we daar al geen last meer van. Maar richting zondag trekt dat lage drukgebied richting de Britse eilanden. En dan gaat het weer bij ons ook veranderen. En krijgen we waarschijnlijk in de nieuwe week te maken met een stuk wisselvalliger weer. Vandaag dus niet. Vandaag nog steeds meer ruimte voor de zon. Dit is het weerbeeld voor vanmiddag. In een groot deel van het land veel ruimte voor de zon. Vrij hoge temperaturen. In het noorden van het land zelfs richting 29 graden. In het zuiden van het land duurt het allemaal wat langer. Zeker in richting België kan het nog wel even tot de avond duren. voordat daar ook de zon er goed bij komt. Maar overal de dus zomerse temperaturen. En daarbij staat wel een wat matige tot soms vrij krachtige wind, die soms wat vlagerig kan zijn. En vanavond blijft het nog lang warm. De wind wordt, neemt wel iets in kracht af. En de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond een graad of 24. Echt wel een warme avond voor september. En op veel plaatsen is het helder. In de nacht komt de bewolking vanuit het zuiden toch wel weer iets meer opzetten. En de minima liggen dan rond een graad of 18. Morgenochtend is er eerst veel ruimte voor de zon, zeker in het midden en noorden van het land. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toch vanuit het zuiden toe. Daar blijft de temperatuur ook wat achter. Temperaturen onder de 25 graden. Maar ga je wat meer richting het noorden. Ja, Dan komt de temperatuur toch al op zomerse waarden uit van 26 of 27 graden. En uiteindelijk volgen er vanuit het zuiden een paar buien, mogelijk met onweer. Het is nog even de vraag hoe noordelijk die buien komen. Een enkele bui zou ook het midden van het land kunnen aandoen. Maar het noorden blijft droog en zonnig, en daar dus ook die hoogste temperaturen. En zaterdag trekt dus die band met bewolking en buien in de nacht naar zaterdag toe richting het noorden. Overdag hebben we er weer weinig last van, komt de zon er weer bij en met een wind die wat meer de zuidoosthoek gaat opzoeken wordt het opnieuw weer warm, ook in het zuiden van het land dan zomerse temperaturen, overal 25 tot 28 graden en echt wel een hele mooie zomerse dag. Maar het ziet ernaar uit dat het waarschijnlijk de laatste echt zomerse dag gaat worden, want vanaf zondag ja, dan draait de stroming wat meer, komt het lage drukgebied dichterbij, het wordt nog wel warm, 23 graden gemiddeld, misschien op een enkele plek nog 24 of 25 graden. Maar vanaf maandag, ja, dan neemt de invloed van lage drukgebieden toch toe. En draait de stroming langzaam naar het westen tot noordwesten. En zeker vanaf dinsdag moeten we rekening houden met temperaturen die weer onder de 20 graden gaan duiken. En elke dag zou er een bui kunnen vallen. Ik wens u een fijne dag.